Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolken boven Nederland, maar ook opklaringsgebieden. Er zijn dus weer grote verschillen. Her en der valt vanochtend al een eerste bui, maar de zon schijnt ook geregeld. En er zijn een paar plaatsen waar het nog eerst de uren nevelig is. In de loop van de dag worden de stapelwolken groter, gaan er op meer plaatsen buien ontstaan. Maar er zijn zeker ook regio's die het de hele dag droog houden. En net als de afgelopen dagen kan een enkele bui samen gaan met onweer. Temperaturen blijven hoog. Rond de 20 graden in het binnenland. Op de wadden is het een graad of 14 à 15, staat weinig wind. Overavond nog her en der een bui, maar op de meeste plaatsen wordt het droog en de temperatuur ligt halverwege de avond rond een graad of 16. Morgen is er meer bewolking dan vandaag, minder zonnig dus en er gaan wat meer buien ontstaan, dus op meer plaatsen wordt het nat. Ook is er weer kans op onweer en u ziet het, temperaturen lopen opnieuw in het binnenland op tot rond de 20 graden. Vrijdag een enkele bui, van tijd tot tijd zon. Temperaturen weer oplopen tot rond de 20 graden. Als het echt mee zit, kan het zelfs plaatsen 23 graden worden. Het wordt in ieder geval de warmste dag van deze week. Koningsdag en zondag zijn nog erg onzeker. Mogelijk vallen er een paar buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl